Je zag dat Viergever het erg lastig had. Op links had hij het erg lastig. Je zag het als 2 gele kaarten. Dat was heel vervelend. Proost! Dankjewel. Waar gaan wij? Stockholm! Stockholm! Dat ben je niet. Ik heb tickets voor Cardiff. Ik denk het is sowieso echt gewoon bracho, pauw of zo. Ik weet niet wat je hoorde, maar het is echt lijp, man. Sowieso, man. Je moet die dingen checken hier zo, man. Het is lijp, man. Wat dacht je? Ik dacht, gebeurt het nou in Nederland? Dus begint het gewoon de Wereld 3 gewoon? Of wat? Ik weet niet wat ik ervan moet zeggen, man. Ik weet het niet, man. Je bent echt nog een beetje gespannen ervan, hè? Ja, zeker. Ik moet zeker weer een jonko gaan draaien, man. Dat gaat me wel helpen, man. Ja, maar even een beetje scooten, man. Ik heb 11 van de 65 euro betaald. Weet je hoe hard ik heb gewerkt, meneer? Huh. Ik moest mijn bandje en mijn kantje verkopen ervoor. Ik heb het nu niet. Slaat. Ja, ik moest mijn bandje en mijn kantje verkopen ervoor. Dat is veel. In totaal zijn er 600 mensen betrokken bij de oefening. 240 van hen zijn zogenaamd bezoeker van de kerstmarkt. En gingen in ieder geval goed op in hun rol. Er is een vrachtwagen heeft hier op het terrein gereden. En je ziet mijn meisje, foto eraf. Ik kan nooit meer dansen, hè? Nooit meer dansen! En dus gaat er af en toe nog iets mis in het restaurant dat alleen avocado gerechten serveert. De klassieke fout. Iemand was net avocado vergeten te plaatsen in een gerecht. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, but you just can't get into it because they would not. En ik kan niks doen. Het enige wat ik kan doen is een briefje ophangen. En ik hoop dat er meer mensen dat navolgen om dat duidelijk aan de stupid mensheid te maken, dat je dat verdomme niet in je kop haalt. En ik vind, diegene die dat gedaan heeft, is zelf een klootzakkenbeest. Zo. Als je zo kijkt en je ziet hem staan, wat denk je dan? Ja, lachen. Ja, ik vind hem wel mooi eigenlijk. En wat dacht hij dan? Ik zit in een achtbaan. Nee, ik hoorde hem. Ik weet alleen nog dat hij zei, sorry man. Ja, ik schrok natuurlijk enorm. Je begon die milie wakker. Je deed die milie van, oh ja, ik voel wel, ja. Daarom denk ik van, oh. En toen kwam die piet hier al een klein beetje op omhoog. Ik ging even dansen gewoon. Ik voelde nog een klein beetje. Oh, oh. Zondagmiddag, Amsterdam Open Air. Lorenzo moet aan het werk bij de mainstage. De leidinggever zei al gehad voor van, je kan een klein beetje bewegen, maar ga niet te los. Ja, ik ging gewoon te los, ja. Ik ging heel hard, ja. Ja, ik ging, ja, niet, maar ik ging wel lekker.